jamstar. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, jamstar. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, jamstar. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de jamstar. Jams, jullie zien hem zitten naast me. Hij gaat bij de naam van The Judge, maar ik noem hem liever de Prince of Kickboxing. Levi, hoe is het, bro? Goed. Goed om jou weer te zien. Zeker, zeker. Dankjewel. Je ziet er goed uit. Dankjewel. Ja, ik voel me goed. We zijn lekker bezig. Aan het klaarmaken voor 9 maart natuurlijk. Ik viel binnen tijdens een training en je bent hard op weg. Hè? Je traint 2 keer per dag. Ja, moet wel. Ja? Het wordt een zware avond met 3 wedstrijden, dus we moeten fit zijn. We werken veel op conditie. Die conditie moet gewoon echt top zijn. Dus het is hard trainen, maar het gaat goed. En dan heb je het natuurlijk over de Glory Grand Prix. Ja. Wat gaat plaatsvinden op 9 maart in de Gelderdoom. Ja. Ik heb het vanochtend nog even opgezocht. Daar kunnen 25.000 mensen in. Dus dat gaat een gekkenhuis worden. Ja. Komen we zo even op terug. Ja. Ik ben blij dat je naast me zit. Ik wil een hoop aan je vragen. Ik wil even terugblikken op Glory 89. Ja. Want toen gebeurde er iets heel vreemds. Jij hoorde volgens mij een dag ervoor dat de reus uit het Hoge Noorden, Martin Terpstra, gecanceld werd. Ja, was een dag. Volgens mij was het dezelfde dag. Dezelfde dag zelfs? Ja, was een paar uurtjes van tevoren. Ja, dat was weer een hele rollercoaster, man. We waren helemaal in Bulgarije inderdaad. En toen, 5 uurtjes van tevoren of zo, denk ik, zei hij af. Wat gaat er dan door je heen? Ja, we hebben het een keer eerder meegemaakt toen tegen Jamal. Dat we echt 5 minuten van tevoren hoorden dat het niet doorging. Ja, het is een beetje hetzelfde, man. Je bent helemaal ready, fysiek, mentaal. En dan hoor je dat het niet doorgaat. En dan zak je eventjes. Weet je, dan is in je hoofd al het werk voor niks geweest. Dus dat is gewoon zwaar, spittig. En dan krijg je de optie om tegen een andere jongen te vechten. Een onbekende jongen die iedereen heeft gezien. Was niet van niveau. Dus daar twijfel je in het begin ook aan. Van, ga je dat doen? Weet je, want je wilt tegen gerankte jongens vechten. Niet tegen onbekende jongens. Toch gedaan, want je bent helemaal in Bulgarije. Je bent voor daar niks, toch? Daarheen gegaan zijn. En dan vecht je en is het snel afgelopen. Want wat ik zei, die jongen, het was niet per se van niveau. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik weer even de ring gevoeld heb. Weet je, ik heb een jaartje niet gevochten. Dus dat was uiteindelijk het belangrijkste voor me, dat ik gewoon weer even alles kon voelen. Weet je, de weg naar naartoe, het opkomen, de ring. En het zij zo, man. Ja, je belicht het al gelijk van alle hoeken. Inderdaad, het is de enige sport ter wereld waar jouw tegenstander last minute kan worden vervangen. Ja. He, dat zal je niet zien met een finale in de Supercup voetbal bijvoorbeeld. Jij hebt daarmee te maken. En toen werd je ineens tegenover een Moldaviër, waarvan ik Ion, dat is een voornaam. Ik heb echt geoefend op zijn achternaam, maar krijg ik hem nog steeds niet uit mijn mond. Ik ga het ook niet proberen. Dat zei je al, hij is een onbekende. En dan weet je vooraf al, dit moet je winnen. Precies, hier valt geen glorie uit te halen. Maar in principe kan je niet winnen. Dat is nog een duidelijk. Dat dus, ja. Weet je, je vecht tegen een jongen. Ja, het is gewoon niet van niveau. Dus als je wint, dan heb je van hem gewonnen. Als je verliest, dan heb je van hem verloren. Dus het is in principe nooit goed. Dus je moet het op andere dingen gaan zoeken. Zoals inderdaad wat ik zeg, na een jaar weer de ring voelen. Dat is het belangrijkste. En het is jou vaker overkomen. Je gaf het net al bij Jamal Ben Sadik. Daar was ik ook bij in Hasselt. Ja. Toen stonden we bijna op het punt dat jij zou op moeten komen. Ja. Tegen misschien wel jouw droomgevecht. Want je wil Jamal nog steeds tegenover je hebben. Komen we zo ook op terug. Maakt het dat dan makkelijker dat je die knop moet omzetten? Nee, niet per se. Nee, het blijft gewoon kut. Ja. Dus het blijft heftig, ja. Maar mijn persoonlijkheid is wel, ik kan die knop redelijk snel omzetten. Van oké, dus wat is, het had zo moeten zijn en doorgaan. Je won overtuigend. Ja.
Laat dat duidelijk zijn en je bedankte hem ook, hè? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk was hij de grootste winnaar, weet je. Hij zat op zaterdagmiddag lekker op de bank en die werd gebeld, wil je komen vechten? En hij zegt toch ja. En dan gaat het toch maar staan, weet je. En zonder hem was ik wel voor niks erin gegaan. Dus uiteindelijk was hij de winnaar en daar heb ik heel veel respect voor natuurlijk. Nee, maar blij dat je gewonnen hebt. En zo verdiende jij je ticket voor de Grand Prix. Ja, dat wel. Ik wil liever natuurlijk minuten maken en dat tegen een goede tegenstander doen. Maar nogmaals, het is terecht. Want als je gewoon de rankings erbij houdt, en dat heeft Glory ook gedaan. Ja. Een zijstraatje, er was ook iemand anders die op die kaart vocht en ten onder ging. Dan hebben we het over Badahari versus UQ Jurjendal. Kreeg je dat nog mee? Heb je dat achteraf nog teruggezien? Ik kreeg het mee. Hij vocht volgens mij eentje voor me. Voor jou, dacht ik. Ja. Wel, ja. Dus ja, dat krijg je allemaal mee. Ja. Verliest of in, dat krijg je allemaal mee. Ja. Dat kan je erover zeggen. Niet zoveel. Niet verwacht, nee, maar het is wel gebeurd. Jammer dat zo'n legend dan niet deelneemt aan zo'n toernooi als de Grand Prix. Ja, het is sowieso jammer om te zien dat hij zo vaak verliest, weet je. Het is een beetje pijnlijk en dat is gewoon jammer als zo'n legend zo vaak verliest. En het is natuurlijk ook inderdaad jammer voor het toernooi. Je bent 28 jaar jong. Ja. Zeg dat goed? 28 jaar. Ja, je bent nog niet eens echt in je prime. Wij zitten echt te wachten op dat piekmoment van jou. Dan gaan we het hebben over de Grand Prix, de Glory Grand Prix. Kijk je er naar uit? Zeker. Het wordt een hele mooie avond. Ik denk dat vrijwel niemand uit het toernooi dat eerder gedaan heeft. Ik ook niet. Dus het wordt echt groot. Wat vind je van het feit dat Glory het heeft georganiseerd? Ja, it's about time. Ja, tuurlijk. Ja. Alleen maar top. Ja, ik weet niet wie het anders zou moeten doen. Ik denk dat Glory daar heel geschikt voor is. Heb je wel eens eerder deelgenomen aan een toernooi? Ja, ik heb wel een stuk of 4-5 toernooien gevochten, maar dat was dan 4 massen. Dus dat is 2 keer op de avond. En dit wordt dan 3 keer. Leg aan ons eens uit wat het verschil is tussen een toernooiaspect of een single gevecht van 3 of 5 rondes. Ik denk het stukje mentaal na de eerste wedstrijd. Want in principe ga je op zich hetzelfde erin, weet je. Je focust je op de eerste wedstrijd, meer kan je niet doen. En dan hoe je daaruit komt, daar moet je schakelen naar de tweede wedstrijd. Dus dat komt eigenlijk pas na de eerste wedstrijd. De voorbereiding zo is in principe hetzelfde. Ja, je wil natuurlijk wat betere conditie hebben, wat fitter zijn, maar je focust vooral op die eerste wedstrijd. Dus daarin is niet een heel groot verschil, dat komt vooral na die eerste. Aha. En dan nu na die tweede. Ja. Want dan trek je je terug in de kleedkamer. Precies, en dan is het opmaken ga je kijken, wat de schade is. Precies, de schade checken. En dan moet je weer schakelen, wat gaat je plan tegen hem zijn. Dus dat komt eigenlijk pas na die eerste wedstrijd. Dus eigenlijk kijk jij niet voorbij de eerste wedstrijd, zeg dat goed? Ja, vast natuurlijk wel een beetje. Maar je moet die eerste wedstrijd winnen om naar die tweede en naar die derde te gaan. Dus de grootste focus ligt op die eerste. Glory gaat voor een eerlijke loting. Ja, dat wist ik. Ja, oké. Okay. Dat hoor ik nu. Dat is terecht, denk ik. Zeker, hoop ik ook. Ja. Ben je daarmee eens? Ja, 100%. Daar zet ik op te wachten. Inderdaad, hoe gaan ze het aanpakken? Ja. Niemand verdient een makkelijke route, nee, toch? Nee, zo hoort het toch. Vroeger was het ook zo. Iedereen, de kansen moeten gewoon gelijk zijn. Dat is een toernooi. Als we jouw conculega's even onder de loep nemen, kort. En jij zou ze moeten omschrijven bijvoorbeeld met 1 woord. Ja. Laten we gelijk met de king of kickboxing beginnen, die jou bestempelde als de prins of kickboksen. Ik denk aan bewegelijkheid. Aha, verklaar. Ja, je ziet hem, hij danst, hij beweegt constant. Hij is 5 rondes lang alleen maar aan het bewegen. Wordt hij een tikkeltje onderschat, nog steeds, ondanks zijn 12-jarig bewind? Ja, ik denk soms wel inderdaad. Ik denk bij die laatste partij tegen Cookie waren ook veel mensen die wel geloofden in Cookie. Maar hij laat toch zien dat het niet zo makkelijk gaat. Nee. Ja. Dat zegt Mayweather altijd. Iedereen verandert onder die lichten. Ja, is ook zo. Toch? Dat is het een beetje. Maar dat maakt de sport ook mooi, toch? Je kan denken en zeggen wat je wil van tevoren, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren in die ring. Nee, je kan de baas zijn in de gym, maar op zo'n avond komt er toch heel veel andere dingen bij kijken. Ja. Je benoemt hem zelf al Tarek Cookie Osaro? Denk ik gelijk aan toch een powerhouse. Ja, krachtig wel. Een Nigeriaanse powerhouse. Ja. Ja. Mooi omschreven. Je gaf het net ook al aan, het was voor hem even wennen, hè? Dat gevecht tegen Rico. Hoe heb jij die beleefd? Ja, ik zat in de zaal, ik was aan het kijken natuurlijk. En
Ja, ja, ik denk dat hij het even niet wist. En dat wat je net zegt, om die lichten is alles anders. En ook ik had wel een soort van wel geloof in dat hij het wel ver zou kunnen schoppen in die wedstrijd. Maar het viel toch tegen. Wie last minute zich ook heeft toegevoegd aan de Grand Prix is Antonio Plazibat. Ja. Ja. Eerste woord ook beuker. Beuker. Hij was daar. Mooi. Beuker, toch? Kroatische beuker. Ja. Een van de favorieten in jouw ogen? Ja, ook wel. Ja. Ook wel. Maar ik vind het lastig, want elke vechter in dit toernooi heeft zijn eigen stijl. Weet je, je kan hem als favoriet, je kan, ja, allemaal kan je geven ze een kans. Wat is de stijl van Plazibat? Ja, wat ik zeg, staan en beuken. Toch wel? Ja. Bestudeer jij ze ook allemaal? Heb je wel interesse ja, in hun? Ja, tuurlijk. Ik weet elke vechter wel van hoe die vecht. Ja. Ja. En dan hoef ik maar één wedstrijd gezien te hebben, maar ik weet wel hoe ze allemaal, ja. Hoe ze allemaal vechten. Tuurlijk. Wat dat betreft studeer jij wel, hè, daarover? Ja, tuurlijk. Dat, ja. Je wil, die heavyweights wil je allemaal wel zien en weten hoe ze vechten. Nou, we hebben Rico gehad, Tarik gehad. Een onbekende. De Fransman Soufiane Laidouni. Ook heel bewegelijk. Ja? En ik denk aan rechtsvoor staat hij. Dus het is inderdaad een combinatie van rechtsvoor staan en bewegen. Weet je, die wedstrijd van Adeboui. Ja, Adeboui, ja. Ja, die won hij toch slim op punten door veel te bewegen. Heeft tegen Kachap gevochten, volgens mij niet. Ja, ook zegt. Zelf ja, gewonnen ja, door te bewegen en punten te tikken. Ja. Dus ik denk aan bewegelijkheid, punten tikken en dat is ook wel heel slim. Heeft slechts twee partijen gevochten bij Glory en nu al. Ja, wel verdiend. Benny is toch een grote naam en hij wint er maar wel van. Dat is ook waar. Ja, dat zegt eigenlijk alles inderdaad. Ja. Even kijken, dan gaan we naar, je benoemde hem net ook al, Nabil Gesheb. Ja. De jongste vechter van Glory, de student uit Amersfoort. Ja, letterlijk een tank, man. Die komt naar voren. Is een soort muur waar je inderdaad tegenaan moet vechten. En dat is inderdaad één versnelling naar voren en rammen. Bahram Razabajay. Agressief, denk ik. Veel mensen dichten hem ook een titelkans hebben, terecht. Ja. Ook wel, toch onverwachts uit een hoekje gekomen, maar hij wint toch alles. En ik denk dat hij ook wel een lastige stijl heeft. Inderdaad, agressief, bijna tegen het wilde aan. En dat kan heel lastig zijn. Ja. Hij heeft ook een gezicht van iemand die je niet wil tegenkomen in een steegje. Van een moordenaar, ja. Maar wel 98 kilo, hè? Dus het is een iets gemaakte... lichter, wat kleiner. Ja. Maar dat is je stijl maakt gevecht. En elke stijl er valt van te winnen. Dus als je gewoon, hoe agressief en hoe sterk je ook bent. Als je een goed plan hebt, kan je winnen. Veel mensen kwamen naar me toe die zeggen, weet je wie de absolute kanshebber is? UQ Jurjendal. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Terecht? Wat ik zeg, iedereen heeft zijn eigen stijl. Hij heeft natuurlijk van Badr gewonnen. Daar verdien je veel respect mee. Dus ook een hele sterke gast. En ik denk ook gelijk aan heel veel power. Hij is een soort van vierkantjes. Fysiek is hij heel sterk. Het is ook een hele sterke jongen. Als je die beelden ziet van UQ Jurjendal op de socials. Elke ochtend een ijsbad. Hij traint alleen maar op kracht. Hij heeft zelfs beelden ook online dat ze elkaar ook echt KO slaan tijdens sparringen. Ja, dat ook wel. Ja. Ook een powerhouse, man. Veel kracht. Volgens mij hebben we iedereen wel een beetje gehad. En met jou erbij zijn we op 8. Hoe schrijf je zelf eens? Wat maakt Levi nou zo uniek? Ik vraag het aan jou zelf. Normaal moet ik het aan iemand anders vragen. Ja. Ik denk het feit dat ik goed kan aanpassen.
Aha. Weet je, ik geloof elke stijl kan je zo aanpassen dat je kan winnen. En dat is natuurlijk heel fijn met een toernooi. Je gaat vechten tegen verschillende stijlen en dan moet je je enigszins kunnen aanpassen. Iets wat de koning van het kickbox ook heel goed kan. Gas geven wanneer nodig en een stapje terug wanneer de wedstrijd daarom vraagt. Precies, ja. En dat is gewoon heel belangrijk in een toernooi. Ja. Ja. Heeft Rico heel veel druk op jouw schouders gelegd door jou te bestempelen als de prins of kickboxing? Vaak gevraagd, ja, maar nee. Want kijk, mijn droom is altijd al geweest om kampioen te worden. Dus in mijn hoofd had ik, ja, niet die bijnaam heb ik nooit in mijn hoofd gehad. Maar het feit dat ik de volgende kampioen zou worden, dat wil ik altijd al. Dus dat zit al lang in mijn hoofd, ook voordat hij mij zo heeft genoemd. Dus daarin is niks veranderd. Mooi dat je dat ook zegt. Je zegt een stukje mentaliteit komt daar ook bij kijken. Ik weet dat je daar heel erg veel aan hebt gedaan. Ja. Veel mee bezig bent geweest. Ja. Jouw coach speelt daar ook een hele grote rol in. Ja. Jamal Karouzi. Ja, ik spreek hem regelmatig en hij geeft aan van dat ik hem ook wel eens prikkel om die droom van jou, om de koning van het kickboksen te worden, ook echt te verwezenlijken. Hij zorgt er gewoon vaak voor dat je, als je misschien even die focus kwijtraakt, dat je weer denkt aan het feit waarom je dit doet. En dat is de droom. Weet je, en er gebeuren veel dingen naast de ring en in je privéleven, wat soms even daar een soort van misschien wel in de weg kan zitten. En hij zegt dan gewoon, hou die focus daarop. En ja, dat is het belangrijkste. Blijven geloven, blijven droom. Wat is jullie band? Jullie hebben een speciale band, hè? Jij en je coach. Ja, ja, ja. Ik vind het zo mooi op afstand, want het doet mij een beetje denken aan Mr. Miyagi en de Karate Kid. Die sensei, dat sensei gevoel. Dat is het ook een beetje inderdaad. Ja. Weet je, we trainen al langer dan 10 jaar samen. Weet je, en die droom waar ik het over heb, dat is onze gezamenlijke droom. Weet je, dus als je zoiets deelt, dan groei je gewoon heel erg naar elkaar toe. En dat is heel bijzonder, weet je. We zijn een klein team. En we nemen het op tegen alle grote teams. Dus dat maakt het ook heel mooi. Jullie zijn een klein, loyaal team ook, precies, hè? Want jullie zijn heel loyaal ook naar elkaar, hè? Een kleine familie en loyaliteit. En we werken hard en we dromen. En, kan hij streng zijn voor je? Ja, maar dat is ook wel nodig. Ja, dat moet, hè? Ja. Een goede coach, die moet je ook de waarheid kunnen zeggen, precies, toch? Ja. Hey, jullie hebben een tijdje geleden in Hussima in Marokko een trainingskamp opgezet. Ik heb die beelden gezien, heel mooi. Er komt van alles bij kijken. Ja. Stamina, conditie, in het water, langs het water. Goed eten, goede voeding. Ja. Je gaat nu een trainingskamp opslaan in Marbella. Ja. Wat verwacht je ervan? Ja, hetzelfde als altijd, man. Alleen nu een andere plek, maar in principe blijft de rest allemaal hetzelfde. Het is gewoon keihard trainen en dat is fijn. Daar, weet je, bent daar een paar weken en dan kan je gewoon echt focussen op trainen, eten en slapen. En dat is gewoon heel belangrijk, weet je. Hier heb je dingen ernaast en daar niet. Dus daar is de focus nog beter. En we gaan met een leuke groep, dus het is ook leuk, het is gezellig. Dus het is een mooie ervaring. Misschien een retorische vraag, maar je gaat de tweeling missen? Ja. Veel Skype en videobellen, ja. Weet je, voorheen ben ik ook wel eens vaker weg geweest, maar toen waren ze nog wat jonger. Nu zijn ze alweer bijna 2 en die band is gewoon veel sterker en veel groter. Dus dan wordt dat soort dingen ook veel lastiger. Hoe belangrijk is het hebben van een sterk sociaal netwerk voor een vechter die de top wil bereiken? Ja, heel belangrijk. Dat is je basis. Snap je, als dat niet goed zit, dan neem je al mee de ring in of de training in. Dus die basis die moet heel stabiel zijn en gewoon goed zijn. Ga ik toch weer even terug naar die Grand Prix. Als ik jou nou vraag, een drietal favoriete vechters. Van een van deze drie, die zal denk ik wel met de titel ervandoor gaan. Ik natuurlijk, nummer 1. Dat is heel goed dat je daarmee begint. Dat was ook een instinkertje. Ik denk ik, Rico en dan toch de Azerbeidzjan. Bahram, toch wel. Er zijn heel veel mooie verhaallijnen te ontleden uit de Grand Prix, de 8 deelnemers. Een van die verhaallijnen is, ik had verwacht dat jij bijvoorbeeld Tariq Cookie Osaro zou zeggen, omdat je dat recht wil zetten. Of speelt dat niet zo bij jou? Niet echt, nee. Eerlijk gezegd. Wat ik zeg, kijk, het zijn 8 sterke jongens. Je weet, met het toernooi weet je het nooit. Ik weet niet waarom ik Cookie niet zeg. Ja, misschien toch door die laatste partij of zo. Maar je kan hem absoluut niet afschrijven na 1 wedstrijd. Weet je. Dus dat, maar deze 3, die heb ik gelijk, daar denk ik gelijk aan.
Er is nog een reservegevecht. Ja, ja. Ook geen onbekende van jou, ja. Benny Adekboei en Nordin Mahiedien. Ja, zag ik. Daar heb jij wel eens van gewonnen. Ja, dat was mijn... Dat was ook een toernooi. Dat was het debuuttoernooitje, ja. Ja. Mensen vinden dat een van die twee op de kaart mag verschijnen bij uitval van een vechter. Mm-hmm. Terecht? Ja, tuurlijk. Je hebt altijd een reservepartij nodig. Ja, en ja, Noordin die draait al lang mee, dus die verdient het sowieso. En hetzelfde met Benny. En hetzelfde met Jamal Ben Sadiq? Ja, kijk, voor mij mag iedereen die reserve... Als ik dat voor het zeggen had. Ja, voor mij mag iedereen die reserve. Ja. Alleen ja, Glory zal wel hun reden hebben dat die er niet bij is. Ja. Sowieso doping, dat sowieso een fout die je maakt. Snap jij dat fans vragen om... Ja, tuurlijk. Hij hoort wel in de top natuurlijk. Ja. Dus iedereen wil hem zien vechten en natuurlijk in zo'n toernooi. Maar ja, hij heeft wel de fout gemaakt om doping. Ik weet niet of dat de reden is, maar dat is wel een grote fout natuurlijk. Dat is volgens mij wel de reden die Glory inderdaad aangeeft. En laten we gewoon hopen voor de fightfans. Wij zijn helemaal niet bezig met al die randverschijnselen. Als hij maar gewoon meedoet, want hij gaat wel langer vechten voor Glory. Ja, precies. Dus hopelijk krijg jij die rematch. Is het niet echt, maar die match versus Jamal de toekomst ook wel. Dat gaat vast nog een keer gebeuren. Misschien als kampioen? Ja, precies. Eerst dit winnen, dan tegen Rico winnen en dan... Ja, man. 2024, gaat dat jouw jaar worden? Ja, man. Daarvoor trainen we, weet je. Dat heb ik als plan gezet. We worden 29 dit jaar. Ik heb toen gezegd, ik wil voor mijn 29ste kampioen worden. Ja, is dat een belofte? Het was eerst 28, maar toen ben ik er een jaartje uit geweest. Dus maar je bent ook een tijdje even eruit geweest, ja. Dus ik heb een jaartje opgeschoven. En ja, man, we gaan beginnen met dit toernooi. En, Dat is het droomscenario natuurlijk. En dan daarna voor de titel. Ik ben heel blij dat ik jou even heb gesproken. Ik hoop jou achterna te vliegen naar Zuid-Spanje. Ja, dat zou mooi zijn. En dan zullen we elkaar wat vaker spreken. Jouw trainingen volgen. Ik wens jou alle succes van de wereld. En ik hoop dat je furoren maakt. En hoge open doet gooien. En we houden je in de gaten, champ. Daar gaan we voor. Dank je wel, broer. Oes. Dank je wel, Oes. Champstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champstalk.